Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag ga ik van super rijk naar heel erg arm in Brookhaven samen met mijn zusje Maylee. Dat gaat heel erg interessant worden en ik kan niet wachten om dit samen met haar te spelen. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen welke hand moet je ervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Gebruik je rechterhand als je deze video vanuit je huis bekijkt. En klik dan natuurlijk op dat duimpje omhoog. Of ben je op dit moment op een hele andere plek. Misschien wel op school of bij je opa en oma. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we dan nu meteen beginnen met de game. Ha, hier zijn we dan in onze prachtige villa. Ik ben hier met mijn roze milkshake. En Maylee, wat voor smaak milkshake heb jij eigenlijk? Ik heb gewoon matcha green tea. Oh, matcha green tea. Ja, dat is echt wel heel erg lekker. Maar zoals jullie kunnen zien zijn wij echt super rijk. We zijn nu op het dakterras en hier is onze jacuzzi. We hebben hier een barbecue. We hebben prachtig uitzicht en echt het allerbeste uitzicht van de hele stad. Ja, maar hallo, mijn milkshake is bijna op en waar is onze dienstmeid? Oh, nee, ik was eventjes vergeten, maar ze is op vakantie. Zo irritant. Ik vind het echt heel erg vervelend. Oh my god. Ja, nu moeten we alles zelf doen. Alles zelf doen, dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Maar goed, kom, we gaan hier zo in onze lift terug naar beneden. En go. Zo, ga jij naar de keuken, Maylee? Ik ben er in ieder geval wel. Huh. Nou, ik moet eventjes wat uit de koelkast halen, hoor. Dit is echt zo ongelooflijk vervelend dat we dat zo moeten doen. Maar goed, ik heb een lekkere cola. Ja, ik pak ook colaatje, hoor. Ja, lekker. Is goed. Kom, Maylee, laten we iets leuks gaan doen. Misschien kunnen we gaan shoppen. Oh, daar heb ik echt zin in. Shoppen! Okay, ja! Let's do it! Oh my god, ja. Dan moeten we eventjes naar de garage gaan. Dat is hier zo beneden. Bij ons zwembad. Heb jij zin om te zwemmen? Nee, ik heb er geen zin in vandaag. Gaan gewoon even. Ik heb net mijn haar gedaan. Oh ja, dat is waar. Ik ook natuurlijk. Dus zo, daar gaan we. En Maylee, is het niet slimmer om misschien in dezelfde auto te gaan? Nee. Ja, oké, let's go. Wil je naar het winkelcentrum gaan of wil je echt gaan shoppen in designer kledingwinkel? Hallo, is dat een keuze? Designer kleding. Ja, dat is waar. Oké, daar heb je helemaal gelijk in. Winkelcentrum is voor normale mensen. Duh. Precies. Wij zijn niet normaal. Wij zijn dus super rijk en geweldig en prachtig en mooi. En oh, hier is de winkel. Zo, da. Ik kan geen parkeerplaats vinden hoor, dus ik parkeer gewoon hier. Ik vind het wel prima Hallo, zo. Hallo, kijk uit. Oh mijn god, ik rijd bijna aan. Ja. Oh mijn god. Kijk nou gewoon uit. Jij rijdt in een auto, Maylee. Je moet echt eventjes leren om veiliger te rijden. Oh mijn god, maar mijn chauffeur is ook kwijt. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Oh, hier is jongenskleding en hier is meisjeskleding. Weet je wat? Ik weet niet hoor. Ik vind dit shirt echt heel leuk. En deze broek vind ik ook super leuk. Oh, en dit jurkje. Maylee, ik heb een heel erg goed idee. Wat dan? Wij kopen de hele winkel. Laten we dat doen, oké? Okay? Ja! Oh my god! Ja! Oh okay. Ja, let's do it! We kopen de hele winkel! Hallo, mevrouw, eigenaar! Woehoe! Let's do it! Oh, ik vind het echt geweldig. Betekent dat we gewoon alle kleding mee naar huis mogen nemen? Oh ja, yeah. I love it. Zo, we hebben alle geld. Al het geld van de wereld. Alsjeblieft. Ja, nou, ik denk dat we nu al genoeg hebben betaald. Ik zal nog wel eventjes met mijn pinpasje zo deze swipen. Ja. Hup, betaald. Helemaal goed. En nu kunnen we echt alles kopen. Even kijken. Misschien dit shirtje. Blech. Nee, die is echt lelijk. Nee, die vind ik ook niet mooi. Ew. Oh. Misschien was het toch niet zo'n goed idee dat we deze winkel hadden gekocht. Oh ja, deze is wel leuk. Oké, ik hou deze wel gewoon aan. Oké. Ja. Nou, weet je wat? Misschien was het ook wel een miskoop, maar het maakt niet uit, want we zijn toch rijk. Maylee, weet je wat we nu kunnen doen? Nu dat we onze nieuwe kleding hebben. Laten we gewoon eventjes heel snel op vakantie gaan. Ik heb een privéjet. Kom maar. Oh mijn god. Zo, we gaan gewoon even naar het vliegveld. Ja, doh. Dacht je dat je met jouw voeten in mijn auto kunt? Echt niet. Oké, zo, hier is het vliegveld. Oh, wow, ik heb echt super goed geparkeerd. Oh, jij wat minder goed. Security. Nou, daar hoeven we niet eens doorheen. Nee, we zijn VIP's. Ja, hallo. Dit is ons eigen vliegtuig. Duh. Oké, we gaan hier zo het vliegtuig op. Yes. En go. Hallo. Is er service? Is er... Oh, eeuw.
Ik liep net de keuken in. Oh my goodness. Oh my god, ew. Ik ben klaar. Oké, volgens mij zijn we geland, Meli. Kom, we gaan weer terug. Ja, we gaan weer terug. Ik wil gewoon de rug naar huis. Nou, dit ritje was ook eigenlijk helemaal voor niks. Maar goed, het maakt niet uit. Je weet hoe je naar huis moet, toch, Meli? Je weet de weg? Ja. Is goed. Oké. Nou, ik ben thuis. Lekker op de bank. Alleen, het is nu al avond geworden en Meli is nog steeds niet thuis. Ik dacht dat ze misschien aan het shoppen was of zo. Maar ze blijft nooit zo lang weg, jongens. Dus ik weet niet helemaal precies wat ik moet doen. Maar misschien moet ik haar gewoon eventjes gaan opzoeken. Ik heb haar geprobeerd te bellen. Alleen, ze neemt gewoon maar niet op. Ik denk dat ik gewoon zelf maar eventjes op een reddingsmissie moet gaan. Goed, ik ga zo eventjes naar mijn auto toe. Ik had nog niet eens zin om het in mijn eigen garage te parkeren. Meli, Meli, waar ben je? Ik begin me toch wel echt heel erg veel zorgen te maken. Waar is... Meli? Is dat... Jongens, is dat Meli? Meli? Oh my god. Oh nee. Wat is er gebeurd, Meli? En ik heb nog zo gezegd dat je voorzichtig moest zijn met het rijden. Maar ja, daar heb je nu natuurlijk helemaal niks aan. Ik ga nu meteen een ambulance bellen. 112. Er is een ongeluk gebeurd. En mijn allerbeste, liefste, mooiste zusje ligt hier op de grond. Dus beter dat je heel erg snel komt. Oh, alsjeblieft. Ze komen eraan, Meli. Ze komen eraan. Oké. Oh, daar is de ambulance. Daar is de ambulance. Ze komen ons redden, jongens. Oeh, gelukkig maar. Kom maar eventjes hierop liggen. Ja, wat goed, wat goed. Oké, ik zal proberen je niet al te veel te bewegen. Ah. Zo. Gaat alles oké, Meli? Oh my god. Sorry. Oh my god. Sorry. Anyway, oké. Ja, je zit nu in de ambulance. Tattoo, 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 tattoo. Oké, we zijn er. Meli, 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 ben je oké? Kom, ik ga je eruit halen. Hier zo. Oh, nee. Ik heb de zuster per ongeluk op een brancard gelegd. Oh nee! Oh nee! Ik ben opgepakt door mijn zuster in een brancard. Met jou in een brancard. Oké, nou, gelukkig brengt ze ons niet van het ziekenhuis. Auw. Oh nee. Oh, goshie. Oké, alles oké? Okay? Alles oké? Okay? Hallo, ik weet niet waar ze je naartoe brengt. Maar we moeten het allereerste toch wel eventjes een röntgenfoto van je maken, Meli. Kom maar hier zo. Ja. Doei, Meli. Gaat alles oké? Alles gaat oké. Oké, gelukkig maar. Gelukkig. Ik ben oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat er mis is met je. En... Oh nee! Volgens mij heb je je linkerarm gebroken en je ribben. Het is niet te erg, maar het is alsnog niet helemaal geweldig natuurlijk. Dus ik gooi je zo hier op het bed en go! Ik bedoel, ik leg je natuurlijk gewoon op het bed. Ik zal je een beetje privacy geven, ik weet het. Het ziekenhuis is niet heel erg fris en ook niet super fancy en luxe. Ja, ik moet wel gewoon heel veel slapen, maar... Je hoeft echt niet heel de nacht hier te blijven hoor. Je mag gewoon lekker naar huis. Nee. Ik blijf hier echt hoor. Nee, hoeft echt niet. Ga gewoon echt? Lekker naar ons huis. Pas, ja. Zeker weten. Dat wil ik. Oké, Meli. Nou, het komt goed. Ik vind het niet fijn om jou hier alleen te laten. Maar gelukkig zijn er goede dokters en zusters. En dan ga ik wel eventjes naar huis. En kijken hoeveel dit gaat kosten. Ik heb dus geen verzekering, nu ik er zo over nadenk. Want ik dacht, dit gebeurt natuurlijk niet met rijke mensen. Maar goed, het gaat allemaal goed komen. Ik maak me in ieder geval niet al te veel zorgen. Het is de volgende morgen en ik heb heel erg slecht nieuws. Ik wil eigenlijk helemaal niet naar Meli toe, maar ik ga het gewoon doen. Oké, nou. Meli, hoi! Hoe voel je je? Voel je al een beetje beter? Ja, echt een stuk beter. Mijn lichaam voelt zich... Ja, veel beter, maar mijn ogen zien iets verschrikkelijks. Wat heb jij aan? Oké. Nou, weet je wat? Ik kan maar beter gewoon eventjes de waarheid vertellen. Ben je er klaar voor? Wat? Wat is er aan de hand? Nou, Meli, jouw ziekenhuisrekening was echt heel erg hoog. En de auto is ook een total loss. Ja, die hebben we gewoon niet meer, helaas. Dus ik kon daardoor het huis niet meer betalen waar we in wonen. En ik heb hem dus moeten verkopen. En ik heb ook mijn auto moeten verkopen. En ik vind dat echt heel erg. Wat? Maar gelukkig ben jij... We zitten beter? Zonder auto en zonder huis. Nee. Zonder kleding. Nee, je voelt je ineens heel erg goed. Meli, nee. Maak je geen zorgen, want ik heb wel goed nieuws. Ik heb een ander huis gekocht. Het heeft niet zoveel kamers als dat we gewend zijn, maar Meli, alles oké? We gaan naar buiten. Ik ga je ons nieuwe lelijke huis laten zien. Hup, het ziekenhuis uit. En schrik niet, oké? Hier is mijn auto. Eww! Sorry, het is niet echt zo'n coole en leuke sportauto, maar het is... Okay. Ja. Het is een auto. Waar is in ieder de mijne? Geval. De jouwe. Het politiebureau wat ik heb gesproken, die zei dat jij geen rijbewijs mocht hebben voor de komende 3 jaar. Sorry. Wat?
Toch wel met je voeten in mijn auto. Ja, toch wel. Oké, nou, kom. We gaan naar huis. Let's go. Ik moet even kijken. Oh ja, dit is ons huis. Ja, ik herken het bijna niet. Het is zo klein. Nou, het heeft tenminste een garage. Ja, maar je kan er maar één auto parkeren. Maar ja, we hebben ook maar één auto. Oké, laat zien dan. Ja, dit is het huis. We hebben een open haard. Oh mijn god. Zo gewoon. Het is echt zo klein. Dit is de keuken waar je handen kwassen. En ik heb een beetje fruit hierop gelegd, want het is wel goed voor je. Natuurlijk om je vitamine binnen te krijgen. En sorry, maar het heeft geen zwembad. Geen zwembad? Nee. Wat is dit dan weer? Sorry, Meli. Ja, we moeten er gewoon maar eventjes aan wennen. En het heeft echt ook maar een paar kamers. God. Kijk maar, het is hier een hele grote kamer. Wel, maar is het. Oh my god, auw. Ik stoot gewoon bij mijn hoofd tegen het plafond aan. Ja, oké, Meli. Zo laag is het. We moeten het er gewoon maar mee doen, want het kostte gewoon heel erg veel, ja? Jij in het ziekenhuis. Kijk, hier is de rekening. Kost het zoveel? Ja! Misschien is het maar beter dat je geen rijbewijs hebt, want dit is echt niet goed meer. Heb jij nog trek of honger of zo? Wil je een pizza? Ja, ik heb wel zin in een pizza. Oké, dan moet je dat zelf even uit de koelkast halen, want ons dienstmeisje is niet meer in dienst. Wat? Ik moet mijn eten zelf halen? Ja, maar weet je, het voordeel is dat het huis niet zo heel erg groot is, dus je bent zo bij de koelkast. Tada! Oké. Jij mag mijn pizza halen, want ik kom net letterlijk uit een ongeluk. Oké, is goed. Hier, ik geef deze pizza aan jou. Alsjeblieft. Het is echt wel heel erg belangrijk dat je goed je rust neemt. Dus ik ga je nu naar bed sturen. Kom op, Meli. Hup, we gaan naar boven. Oké. Hier is jouw bed. Ik neem dit bed. Maar ik wilde dat bed. Oké, is goed. Jij mag het bed. Alsjeblieft. Ga maar lekker slapen. Welterusten, Meli. Dankjewel. Ik ga met je meeslapen. Dank je. En dan is het tijd voor een hele mooie, goede dag. Want we hebben nog ontzettend veel kansen in ons leven. Het gaat hartstikke goed komen. Welterusten, Meli. Welterusten. Oh. Wat ruik ik? Wat ruik ik? Ah! Oh my god, ik sta in brand. Ik sta in brand. Meli. Oh my god. Naar buiten. Brand. Help. Brand. Naar buiten. Oh my god. Oh, oké. Ja, snel. De deur open. Deur open. Oh my god. Oh. Nee. Oh nee. Daar is ons huis. Meli! Oh, daar gaat de brandweer. Wat is er gebeurd? Oh nee, dit is echt te erg. Oh, gelukkig is er wel een brandweer, nee. maar... Meli? Het is niet meer te redden. Meli? Wow, ze zijn er wel echt heel erg snel. Dat is super fijn. Maar ik heb iets wat ik je moet vertellen. Sorry, ik moet het echt heel erg snel vertellen. Maar ik heb geen verzekering gekocht voor ons huis. Wat? Ja, sorry. Ik dacht, we hebben het gewoon net gekocht. En het was niet zo heel erg duur. Dus ik dacht, hebben we vast niet nodig. Maar nu dat het in brand staat, dan hebben we geen geld meer over. Nee, het spijt me echt heel erg, Meli. Maar maak je geen zorgen. Het gaat helemaal goed komen. Weet je wat? Ik kan heel snel mijn auto... Oh nee, mijn auto staat ook in brand. Nou, laten we gewoon maar eventjes... Nee. Laten we naar de bank gaan. Naar de bank, want ik heb nog wel geld in de bank. Oh, er is niemand. Het maakt niet uit. We kunnen wel gewoon eventjes hier zo gaan. Zo, met mijn pasje zo erin. Hier is het. Het is 16.000 euro. Dat is natuurlijk best wel veel, maar niet genoeg om een miljoenenhuis van te kopen. Nee, niet echt. Het is niet genoeg om een huis te kopen. Nee, dat is ook wel waar. Volgens mij zijn we dakloos. Nee. Ik heb een heel erg goed idee. Ik ga ervoor zorgen dat we wel een dak boven ons hoofd hebben. Dat gaat helemaal goed komen. Kijk, we kunnen gewoon shoppen in al deze huizen. Hier, dit zijn mijn favorieten. Deze is 300.000. Deze is 2 miljoen. Deze! Ja! Deze is precies 16.000 euro. Dat betekent wel dat we blut zijn. Ik weet niet of dat helemaal slim is. Maar dan hebben we in ieder geval een dak boven ons hoofd. Nou, daar is het dan. Hier is onze trailer, Meli. Het is misschien niet het allerbeste huis ter wereld, hè, maar het is iets. Het is een dak, zeg maar. We hebben hier ook een barbecue en een open haard. Maar misschien is het ook maar beter dat we die niet meer gebruiken. Dat lijkt me niet zo heel erg slim. Nee. Het is... Eén kamer. Wel een stuk kleiner. Ja, een stukje kleiner. We hebben niet eens een tv. Nee. Wat? Oh, hier is de tv. Oké, gelukkig maar. Dat scheelt toch wel. En hier is het bed. Oh nee. We moeten het bed delen, Meli. Oh nee. Samen in een bed slapen. Oh, met mijn zusje. Beter dat jij niet te veel beweegt dan, hoor. Oh,
Oh, we hebben hier een dak. Nou, dat is op zich wel leuk. Niet echt een dakterras en ook niet echt een heel erg mooi goed uitzicht. Ik ben in ieder geval blij dat we wel kunnen slapen in een bed. En als het regent, dat we dan niet zo in de buitenlucht moeten zitten. En we hebben een badkamer. Nee, precies. Met een... Oh ja. Douche. Oké. Okay. Douche. Ja. En een toilet? Ja. Oh, toilet is goed. Maar geen bad, dus blijkbaar... Nee, geen bad. Wat gaan we doen? Nou ja, ik heb gewoon een beetje honger, dus ik... Heb je honger? Oh, oké. Ik wil even iets in de koelkast. Ja, is goed. Kijk maar. Oh, er zit niks in. Wat? De koelkast is leeg. Oh. De koelkast is leeg. Hoe kan dat? De koelkast is nooit leeg geweest met ons. Er is altijd eten in de koelkast. Hoe doen mensen dat dan, Meli? Ik denk dat ik het dienstmeidje ooit boodschappen heb horen zeggen. Oh, boodschappen. Ja, wacht. Ik ga het even eens opzoeken op de computer. Wat zijn boodschappen? Oh, dat zijn dingen die je koopt in de winkel. En dat is dan eten. En dat stop je in de koelkast. Aha. Logisch. Oh. Oké. Moeten we op zoek naar de supermarkt, toch? Denk ik? Oké, okay, gaan we met de auto... Oh, wacht. Nee. Dat kan niet. Ja, we hebben geen auto meer. Maar ik heb wel wat fietsen kunnen regelen. Dus kom, we gaan op zoek naar de supermarkt. Woehoe. Even kijken. Niemand die er aankomt. Helemaal goed. Hier staat op boodschappen. Nou, dat zal hem dan wel zijn, denk ik. Kom, we gaan naar binnen. Oké. Okay. Oh, we moeten een winkelmandje pakken. Dat heb ik wel eens eerder gezien in films. Oké, een ijsje. Oké, ja, helemaal goed. Oh, chips. Oh, dat vind ik ook wel heel erg fijn. Wat hebben we nog meer? Pizza. Ja, yeah, I love pizza. Coca-Cola. En cola. Dat is ook lekker. We hebben hier flesjes water. Dat is wel heel erg belangrijk. En melk, dat moeten we ook hebben. Het winkelwagentje is helemaal vol. Yay! Goed, dan kunnen we naar huis, toch? Oké. Okay. Oh, ik heb nog, ik heb nog chocolaatjes. Oh, wat lekker. Ja, dat haal ik er ook bij. Lekker. Helemaal goed. Oh, hier moet je heen. Hier, hier. Wat? Je moet betalen. Betalen? We moeten toch niet betalen voor het eten? Jawel, dat is toch ook als je kleding koopt? Ja, je hebt ook echt helemaal gelijk. Ik wist niet dat we moesten betalen. Oké, is goed. Ik pak wel van die zakken. Ja, is goed. Nou, helemaal fijn. Dan hebben we dat in ieder geval. Ik heb het allemaal gescand. En dan heb je het in je zak gestopt. Oké, dankjewel. Nou, daar gaan we dan met mijn pinpas. Zo, wat? Hè? Er staat pinpas geweigerd. Onvoldoende geld. Meli, ik weet wat er is gebeurd. Ik weet het. Oh nee, wat dan? Oh, ik heb al mijn geld besteed aan onze trailer. En dat betekent dat we nu helemaal geen geld meer hebben om boodschappen te doen. Oh nee. Oké, doei. Nee, Meli, dat kan je niet doen. Dat kan je niet maken. We willen echt niet ons hele leven in de gevangenis, hè? Kom, Meli, zet het terug. Dat kunnen we echt absoluut en zeker niet doen. Ik zie eigenlijk nog maar één oplossing, Meli. Wat dan? We moeten ons huis verkopen. Wat? Ja, we moeten echt... Wat? Absoluut 100% onze trailer verkopen. Want we kunnen op zich wel leven zonder een bed en dak boven ons hoofd. Maar we kunnen niet leven zonder eten. Dat is toch wel echt heel erg belangrijk. Dus ik ga hem te koop zetten, oké, Meli? Let's do it! Oké, nou doe maar dan. Oh, nou, daar zijn we dan hoor. Het begint avond te worden. Maar we hebben in ieder geval wel wat te eten. Het is een paar weken later, jongens. En het is wel oké. Maar zeker 's avonds wordt het heel erg koud. En dan is het echt absoluut niet fijn. Ja, we moesten wel iets, ja. Ja. Ik heb alleen helaas wel slecht nieuws. Want ons geld is op. En we moeten nu tegenwoordig hier zo in de prullenbak eten gaan zoeken en zo. Daar is het restaurant. En hier gooien ze al hun eten weg. En soms vinden we wel lekkere dingen. Mijn burger is op. Maar ik heb wel trek. Ik ga nog eventjes ietsje meer zoeken. Oh ja. Ja, ik heb iets. Yes! Wat heb je gevonden? Ik heb dit. Hier. Kijk. Het is wel lekker. Een half opgegeten burrito, maar het is wel lekker. Hier, alsjeblieft. Zo, ik heb de taco. Lekker. Oh, het is wel heel erg lekker, maar mijn buikje is vol. En zoals je kunt zien is het best wel donker. En het begint heel erg koud te worden. Uh-huh. Oh jeetje, Meli. Wat ik niet zou doen om nu gewoon in een trailer te wonen. Kan je je voorstellen dat wij ooit echt zo ontzettend verwend waren? Ik droom nog wel van een hele grote mooie villa. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het ooit nog echt gaat gebeuren voor ons. We moeten vanaf nu gewoon weer hard werken. Om te kijken of we zelf een leuk huisje kunnen vinden. Maar weet je, Meli? Er is op zich toch wel een goed einde aan ons arme leventje. Want we hebben elkaar. En dat is
echt wel het allerbelangrijkste. Nou, Meli, ik vond het wel echt een heel erg leuk spel om te spelen. Wel super zielig dat ze nu hartstikke arm zijn. Maar ze hebben wel hun levensles geleerd, of niet? Wat vind jij ervan? Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, je kan heel veel geld hebben, maar als je gewoon met familie bent, dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. Dat bedoel ik maar. Dus dat betekent dat deze game helemaal en hartstikke is geslaagd. Woehoe! Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als jij in jouw huis één van de volgende drie dingen zou moeten hebben, welke zou je dan kiezen? Een zwembad, een bowlingbaan of een bioscoop? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!